We gaan weer knutselen. Doe je mee? Maar laten we eerst eens kijken welke avonturen Plop je vandaag weer te wachten staan. Oh nee, zegt Plop. Mag het zonnetje weer terugkomen, Klus? Ik krijg Lui niet wakker. Die denkt nu dat het nacht is. Klus laat al snel het zonnetje weer schijnen. Kom op, Lui, zegt Kwebbel. Ik heb het raadseltje al opgelost. Ik ben klein, met een lange staart en een grijze vacht. Verstop maar snel je kaas of mijn scherpe tandjes stelen hem sneller dan je dacht. We gaan naar de familie Muis. Knutsel je mee, de familie Muis? Neem twee eierdoosjes en knip er in het midden drie kegeltjes uit met een schaar. Dit worden de lijfjes van de muisjes. We maken één muisje een beetje kleiner. Teken op het deksel van de eierdoos ook nog de oortjes van de muisjes met een potlood. We tekenen er 6 in de vorm van een druppeltje. Knip de oortjes ook nog uit met een schaar. Nu schilderen we zowel de lijfjes als de oortjes grijs. Meng op een penseel witte en zwarte verf en maak de kegeltjes en druppeltjes maar helemaal grijs. Als de verf goed droog is, kleven we de oortjes op het lijfje met wat knutsellijm. We maken ook het onderste deeltje van de oortjes nog mooi roze met een penseel met roze verf. Teken onder de oortjes nu ook nog een gezichtje. Neem een zwarte stift en teken 2 oogjes en een neusje met snorharen. Knip 3 stukjes zwart touw af met een schaar. Kleef ze onderaan de muisjes vast aan de binnenkant. Zo hebben ze ook hun muizenstaartje. Ziezo, klaar? Ho, wat een schattige muisjes. Piep, wat komen jullie hier doen? Vraagt een van de muisjes. Hebben jullie geen kaas voor ons? Vraagt een ander muisje. Kip wordt een beetje boos. Ik wil graag weten waar mijn eitje is. Wij willen eerst kaas, zegt de muisje. Anders? Zeggen wij helemaal niets. Knutsel je snel samen met Plop een beetje kaas voor de familie Muis? Teken met een potlood op het deksel van het eierdoosje 4 cirkels. 2 grote cirkels bovenaan en 2 kleintjes vooraan. Knip ze nu uit met een schaar. Hou zeker het grootste rondje bij. Dat heb je nodig bij de volgende stap. De bovenkant van de 2 kegeltjes binnen in het doosje. Plak met wat knutsellijm een van de cirkeltjes die je al hebt uitgeknipt bovenop het afgeknipte kegeltje. Zo kan het muisje later uit het gaatje komen piepen. Schilder de doos nu helemaal geel aan de buitenkant. Neem een penseel met gele verf in het begin en werk daarna af met nog wat oranje verfstreken. Een lekker huisje van kaas, daar gaan de muisjes vast heel blij mee zijn. Ziezo, zegt Plop. Zo, jullie kunnen goed smullen. Hey, wacht eens even, zegt Kwebbel. Jullie gingen ons toch vertellen wie Kip haar eitje heeft? Natuurlijk, zegt de muisje. Dat weten wij heel zeker, zegt een ander muisje. Luister, met mijn rosse vacht en slimme neus ben ik best wel snel. Ze noemen me wel eens sluw, maar toch vind je me wel. Wat hebben we weer mooi geknutseld. Alles wat je nodig hebt, kan je terugvinden op studio100go.com. Weet jij al welk diertje Plop de volgende keer gaat bezoeken? Tot de volgende keer!